Eerst een opmerkelijke wending vandaag in de zaak Nicky Verstappen. De Hoge Raad bepaalde dat de veroordeling van Jos B. blijft staan. Maar daar nemen hij en zijn advocaat geen genoegen mee. Zij doen de uitzonderlijke stap naar het Europese Hof om het besluit alsnog aan te vechten. De veroordeling van de verdachte Jos B. voor vrijheidsberoving, ontucht en doden van Nicky Verstappen in augustus 1998... en voor het bezit van kinderporno blijft in stand. Na jaren procederen oordeelt de Hoge Raad over de straf van Jos B. in verband met de moord op Nicky Verstappen. In augustus 1998 verdwijnt de 11-jarige Nicky tijdens een zomerkamp in Limburg. Hij wordt een dag later dood teruggevonden. Na 20 jaar komt mede door Peter R. de Vries een doorbraak in de zaak en wordt de verdachte Jos B. opgepakt en veroordeeld tot 16 jaar cel. 22 jaar. 8 weken en 3 dagen geleden is ons leven compleet kapot gemaakt. Onze Nick was kansloos tegenover een roofdier dat op jacht was naar een prooi. Zodat ik een bepaald idee bij die zaak had. Ik had de visie, hij moet worden vrijgesproken, gewoon te weinig bewijs. Dat is in ieder geval bij de rechtbank niet gebeurd, bij het Hof ook niet. Hij is veroordeeld. De zaak loopt nu in cassatie, even kijken wat daaruit komt. De Hoge Raad heeft nu dus besloten dat de straf nagenoeg in stand kan blijven. De gevangenisstraf voor de bewezen verklaarde feiten wordt 15 jaar en 9 maanden. Het is een emotionele dag. En dat komt met name omdat er toch spanning oploopt. Ondanks dat het Hof een hele duidelijke uitspraak heeft gedaan en ze daar veel vertrouwen in hadden. Is het op het moment dat de uitspraak volgt spannend en komt er daarna ontlading. En tegelijkertijd geven zij ook aan van ja, dit is nu afgerond. Dus nu moeten we dealen met dat wat daarna komt. Jos B. is niet verrast door de uitspraak en blijft procederen. Zij was erop voorbereid, hoe hard het ook is, dat dit een uitkomst zou kunnen zijn. Vandaar dat ik nu tegen u kan zeggen dat deze zaak uiteindelijk door het Europees Hof zou moeten worden beslecht. Het is gewoon heel vervelend voor de familie dat het nu toch nog niet helemaal tot een einde is gekomen. Maar we zien dat absoluut met vertrouwen tegemoet. Waarom gaat die man niet gewoon dood? Wie? Die Jos B. Oh. Ja. Niemand zou hem missen. Uiteindelijk ooit gaat hij een keer. Weet alleen niet wanneer. Nou ja, ik kan me wel voorstellen als je denkt, dit is het. Eindelijk zijn we tot een einde gekomen. Ja. En dan is het toch weer niet helemaal het einde. Nou, maar Bram, is toch uitzonderlijk? Dit gebeurt toch bijna nooit? Ik kan de ouders eigenlijk wel een beetje geruststellen, vind ik. Want kijk, je hebt nationale rechtsmiddelen. Hè? Je kunt een hoger beroep en daarna kan je een cassatie en is het op herziening na afgesloten. Sloten. Op dat punt zitten we nu, 16 jaar. Dan kun je nog de weg bewandelen naar het Europese Hof. Dan kun je een klacht indienen. Dat gaat kort gezegd eigenlijk over de juiste toepassing van grondrechten. En het is erg far-fetched, maar het kan. Nou zegt Roethoff, die twijfelt aan de expertise van een van de deskundigen die dat DNA-spoor heeft bepaald en dat, de loop van dat DNA-spoor. Daar kun je over klagen. En dan komt uiteindelijk komt het Hof tot een beslissing. Het Europese Hof. Ja. En dan zou je heel far-fetched en heel positief denkend voor die Jos, zou je nou kunnen denken dat het Hof daar iets over zegt. Maar het Hof zegt niets over de schuld van die Jos B. He, dus je zou in het uiterste geval een herziening kunnen krijgen. In het uiterste geval zijn we 4, 5 jaar verder. Maar dat doet Roethoff, denk ik, omdat hij niks te verliezen heeft. Je kunt nooit erger uitkomen of slechter ervan afkomen door een klacht in te dienen bij het Hof. Nou, hij kreeg een hoger beroep ook een hogere straf. Ja, dan kan dat dus. Ik zeg ook dat dat niet kan bij het Europese Hof. Okay, maar wat bedoel je dan met een herziening? Nou, een herziening, dan moeten er nieuwe feiten aan de orde komen. En een tweede aspect om tot herziening te komen is een uitspraak van dat Hof. Ja, ja. Dus het moet een hof. Dat kan jaren duren. Dat kan jaren duren, maar daarom zeg ik ook, ik zal me daar niet zo'n zorgen over maken, want het komt zeer zelden, mag ik wel zeggen, voordat zo'n weg wordt afgelegd met een positief resultaat. Onrust, het is 25 jaar. Maar die mensen moeten dus weer 5 jaar wachten. Kijk, als je in hoger beroep gaat, dan kun je meer krijgen. Als je in cassatie gaat, kun je er niet slechter afkomen. Nee. Als je bij het Hof klaagt, kun je er ook niet slechter afkomen. Of het helpt, is een tweede. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik vind het ook die mensen echt verschrikkelijk. En
Het is zo verschrikkelijk. Het DNA van die vent zit in dat broekje van dat jochie. Ja. Nou, lul je daar maar eens uit. Dat gaat niet. Ja, en dan vallen die mensen dan ook niet meer lastig. En ga je gewoon zitten schamen. En weg rot in je cel. Dat hoor ik je zeggen. Ja.